eerder in de bondgenoten. De groep wordt af en toe geconfronteerd met een brief waarvan alles in kan staan. En dat kan negatief, maar ook positief uitpakken. Kom eens, kom snel. Open. Ja? Er zijn 0 punten. Gewoon pakken. Doen? Ja, tuurlijk. Beste deelnemer, jij mag 50% van de punten van één ander team afpakken en deze worden toegevoegd aan het puntensaldo van jouw team. Donna en Wesley zijn altijd heel close, maar denken juist daarom dat het misschien wel goed is om de volgende cyclus solo te gaan. Ik vind het gewoon nog steeds frustrerend dat twee sterke spelers deze discussie moeten hebben. Ja, maar oprecht, zet je er overheen? Als het dan zover komt, dan ga ik wel vanaf moment 1 in die bondceremonie zoeken naar iets anders. Okay. En de teams kunnen zich gaan warmlopen voor een nieuwe verdienopdracht. Beste bondgenoten, we gaan een ijskoude opdracht spelen vandaag. En dat doen we buiten. Ik ben op zoek naar 8 coole kikkers. Per bondgenootschap wil ik 2 mensen die niet alleen het hoofd koel kunnen houden, maar ook goed tegen de kou kunnen. Er liggen namelijk buiten straks 4 ijsblokken voor ieder bondgenootschap 1. In ieder ijsblok zit 4 keer je teamshirt. Alleen die shirts moeten er wel uit. En per team gaan 2 mensen dat dus doen. En het team dat als eerste alle 4 hun shirts uit het ijs heeft en aan heeft, die winnen vandaag de opdracht. En om goed beslaagd in ijs te komen, krijg je per bondgenootschap 1 priem en 1 hamer om op het ijsblok in te rammen. Het team dat het beste doet, krijgt 250 punten. Het team dat tweede wordt, 100. Het team dat derde wordt, 50. En er is een team dat niets zal verdienen vandaag. Dan lijkt het me nu tijd om te overleggen wie van je bondgenootschap deze opdracht gaan doen. Ik denk dat het dus meer op kracht komt dan vier kiezingen. Ik wist niet dat je middelen mocht gebruiken. We hebben mannenkracht nodig. Ja. Volle gas. Ja. Dus, ja. Ja, is het. Ik denk dat dit mogen hard slaan wordt gewoon. Ja. En een beetje tactiek. Dus ik wil die wel doen. Ja, ik wel. En ik denk dat je ook diep dat soort constante kracht. Ja, precies. Krachtuitdagingsvermogen is dit. Dan kunnen wij gaan mappen allemaal. Ja, en dan om de beurt als je niet meer kan meteen switchen. Jij doet de tactiek, want jij bent tactisch slim. Is goed. Zeg de tactiek, ik doe wat je zegt. Ja? Ja. Ja? Ja. Kap, ja? Ja, dat is mijn opdracht. Can we do this? De slangen, wie gaat het met z'n tweeën het ijsblok onder handen nemen? En waarom jullie? Om de frustratie op het ijs te uiten en niet op elkaar. Heel goed. Oké, bij de gieren. Wesley en Vincent gaan door naar de haaien. Wie gaan het spelen? Lodewijk en Bo en dan tot slot de vossen. De mannen. Iedereen krijgt nu een aantal attributen die ze kunnen aantrekken. We gaan de kou in, op naar buiten. Hoe breekt ijs het best? Ik denk toch echt in hoeken. Ja. Dus die priem erin, hoeken, breken. Ik denk, het zijn verschillende lagen. Mm-hmm. Als je er tussen kan komen, vanaf de zijkant. Dus we beginnen met mappen. Zal ik gewoon beginnen met mappen en jij met die priem of kijken wat je kan doen? Dan gaan we starten in 3, 2, 1, go! Rammen! Goed zo, kop. Goed zo, kop. Lekker kop. Go. Kop. Go. Kop. Goed zo, kop. Lekker kop. Goeie kop. Ben, schiet op. Slaan. Schiet op, Vincent. Goed zo, kappie. Ik kan dit wat sneller. Doe wat. Goed zo. Sneller, sneller. Goed zo, Billy. Lekker beetje. Los op, ik het ben. Ik kan hier niks meer mee doen. Ed, ga met de hamer. Ed, ga met de hamer. Pak de bij. Ja, lekker, lekker. Kom op, Bo, lekker. Sta klaar, hè? Sta klaar. Lekker, lekker, Bo, lekker. Gebruik je kracht, Fanny. Kracht. Ik ben er bijna. Ik heb hem bijna. Ed, ga door. Lodewijk, is dat 1 shirt? Het zijn er 2. Oh, het zijn er 2. Kom op. Ja, in de zon. Sneller! Wacht met Tim. De shirts van de haaien zijn als eerste uit het ijs, maar nog steeds van ijs. Die moeten alle 4 eerst ontdooien voor ze aangetrokken kunnen worden. Dus de rest heeft nog een kans. Gewoon wrijven. Kom op, jongens.
Zo, zo, jongens, doe gewoon zo. Dit werkt, gewoon zo. Kom op, Bram, kom op. Ed en Daan, trek even samen aan die vandaan. Ed, pak eens deze kant beet, pak eens deze kant beet. Trekken, trekken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kom op, niet opgeven. Zet dat ding even goed in rammen. Ja, maar shit, zet helemaal naar de galamizie, jongens. Meer kracht en sneller, jongens, sneller. Go, go. Door blijven gaan, niet opgeven. Ja, ga, kom. Deze ook. Kom maar. Smelt! Doe tussen je bellen. Ah, ik sla mezelf. Oké, ik ga hem aandoen. Ja, maar dit shirt is stuk, jongens. Kom snel, maar niet uit. Hier, ik doe maar. Dit is hoe ik op tv wil. Nee. Ik heb nog geen gat, hoor. We kunnen nog winnen, jongens. Kom op. Sam, goed zo. Hoe gaat het los? Trek hem goed uit elkaar. Ik bloed er. Je bent goed bezig. Fuck, man! De haaien hebben inmiddels 2 shirts aan. Gewoon doorgaan, jongens. Ja, bijna. Hier moet je arm doorheen. Ja. Hier doorheen. Ja! Kom op, kom maar. Kijk of je hem open krijgt, hè, jongens. Ik heb hem al bijna open. De haaien moeten nog 1 shirt, want ook Bo heeft nu zijn shirt aan. Let's go. Lekker. En de haaien zijn klaar. Ja, jongens! Zo, het kan zijn dat die hamer uit mijn handen vliegt! Kom op! Ik wil aanhouden, kan ik. Ja! Finally, man! De bossen moeten nog 2 shirts aan. Doe maar, trek het. Oké. Ja. Pas nu. Ja, dit is de achterkant. Alweer. Wacht, rustig. Ik ga eerst het armgat pakken, ja? Ja, klaar. Ja, klaar. En de bossen zijn klaar. Ja! Hier is je arm. Arm de lang. Nu. Ja. Oké. Okay. Ik ben er bijna. Je armen en je hoofd moeten doorheen kunnen. Kut, hoor. Stop de ene kant in je broek. Mary, stop de ene kant. We gaan nu met z'n drieën trekken, jongens. Dat heeft geen zin. Met z'n drieën. Kom op. Jij de ene kant, ik de andere kant. Alleen de mannen en de nek. Stop. Ja. Ja, hij is helemaal in elkaar, man. Ja, alle kracht. Van die alle kracht. De bovenkant is open. Ik hoef alleen deze kant nog. Die bloed. Ja, dat maakt niet uit. Ja, jongens. Jan, hoe moet ik dit aan? 3, 2, 1, kom op! Kom op, oké, hier. Oké, ja! Goed zo! Hier, de nek is open! Ja, wacht. De nek is open, je kan erin, Vinny. Wie erin nu? Ja, wacht, die mouw moet ook, anders gebeurt het niet. Ja, mouw erin, die mouw, nee, wacht, die mouw moet eerst los, jongens. Kom op! Lekker los! Nee. Kom op, slangen! Over je hoofd, Fanny, kom op! Hier zit het kraag. Is dat een kraagje? Oké. Hier zit hij. Hier zit de kraag. Dit is hem. Ja. Wacht, mouw moet. Even uit. Nee. Want anders werkt het voor de meter. Wacht. Goed zo, Bel. Ik heb hem aan. Ze heeft het bijna. Kom op. Goed, scheuren. Moet ik het doen? Moet ik hem open scheuren? Ja. Meer, kom maar. Aan, Fanny, aan. Trek het, laten we met z'n allen naar binnen gaan. Oké. Mijn handen verriezen eraf.
Ik heb toch een aantal verschillende tactieken gezien. Ook met verschillende resultaten. Ik zag bij de gieren en de slangen veel brute kracht. En daarmee ook wat kapotte shirts. Maar als ik bijvoorbeeld naar de haaien kijk... die meen ik toch veel hebben gedaan met het feit ondooien... dan zie je dat de shirts een stuk meer heel zijn gebleven. En we gaan natuurlijk kijken naar hoe deze opdracht is gegaan. Onderaan, met 0 punten, vinden wij de slangen. En die hadden ze nou juist zo hard nodig. Jullie waren als laatste klaar, of eigenlijk nog niet eens klaar. Daarboven, met 50 punten, de gieren. Als tweede waren klaar de vossen. En zij verdienen dus 100 punten. Maar de coolste kikkers van vandaag, en met 4 redelijk intacte shirts, de haaien. Woehoe! 250 punten voor jullie. We gaan kijken naar de ranking zoals hij was. Zo was hij. En dan gaan we de punten van vandaag daarbij optellen. Succes met opwarmen. We zien elkaar snel. Dankjewel. Ja, jongens. We hebben allemaal eten tot vrijdag, toch? Ja, ja. Dus dat komt goed. Nog gedaan, meer? Ja. Even knuffelen. Ja, goed gedaan, jongens. Fox, Fox, Fox. Top. Teamwork, hè? Weer. Had die kappenpil nodig? Is het koud? Is het dik? Nogal. Maar we hebben het wel samen gedaan. Ja, dikke blaren. Oprecht, die punten maken we niet uit. Ik ben blij dat we het samen hebben gedaan. En dat we dan de verkeerde tactiek hadden, dat is dan maar even... Ik vind dat we heel veel stikken hebben laten vallen. Vooral op het laatst. Je zag hoe ik mijn shirt aan had. Gewoon letterlijk verwikkeld. De mouw was niet eens een mouw waarschijnlijk. Het maakt ook niet uit, maar ik had hem aan. Daar ging het om. Mm-hmm. En ik riep ook 1000 keer, Vincent... Trek, doe hem aan en je wilde hem ook aandoen. Jij zegt tegen ons, doe dat shirt uit. Maar wat jij niet ziet, is Danielle en ik hadden de slang in de gaten houden. Zij hadden letterlijk hadden zij alle shirts aan. Ze moesten alleen nog 2 armen door de mouwen doen. Dat was het finish. En hadden we daarop verloren, doordat jij tijd aan het rekken was, naar mijn mening, dan had ik je dat echt kwalijk genomen. Dus we mogen blij zijn dat we nu puntjes hebben verdiend, maar we hebben het gewoon niet goed gedaan. Maar heb je ook gehoord wat jammer dat zijn? De mouwen moesten erin. De mouwen moesten erin en die was absoluut niet fijn. Als wij er zo doorheen gestoken hadden, dan zouden we kunnen zeggen, maar, ja jongens... Ja, maar dat heb ik ook gedaan. Je wist waar die mouw was, ook al was hij aan elkaar vastgeplakt. Ja. Dan kun je hem uit elkaar trekken. Maar daar was ik ook mee bezig. Nee, want je duwt hem tussen je benen. En dat heeft geen zin. Met je vingers kan je haast niet. Je hebt daar niks aan. Ja, Danielle en mij is het wel gelukt. Ja, oké, dat is voor jullie gelukt. Maar bij ons lukt het niet. Nou, oké, einde. Maar zoals jij je argumenten en je mening geeft, mag ik dat ook niet, toch? Tuurlijk. Ja, okay. Daarom zeg ik ook einde, toch? Oké. Je hebt helemaal gelijk over de eerste. Ja, ik stop even, sorry. Prima. Kom dan naartoe als je afgevoerd bent. Naast je hier? Ja. Goed job. Ja, toch? Ik snap niet waarom je zo heet gebaken doet om dit. Hoe bedoel je? Nou, je bent helemaal van slag dat je het voor jou doen is het mislukt. Nou, nee, het is niet mislukt, maar we hadden het... Ik vond het gewoon, de manier waarop het ging, vond ik gewoon niet goed. Altijd als we een proef spelen, het eerste waar ik aan denk, wat kunnen we leren? Je valkuil is om te denken, oh, we hebben punten, laten we dankbaar zijn. Hiep, hooi, lang leven. Nee, dat is altijd een beetje evalueren. Je moet altijd kijken naar wat kan beter en wat kan ik leren hieruit. En wat is onze valkuil? Onze valkuil is dat de ene A zegt, de ander B en de ander C. We daardoor tijd verliezen en de slangen gaan er vandoor met die 50 punten. Ik snapte gewoon niet dat Wes überhaupt inschatte dat er ruimte en tijd nodig was überhaupt, om die te ontdooien. Ja. Ik wil gewoon het optimale eruit halen. Ik ben fanatiek. Gaat het lieve schat? Nee. Nee? Wil je knuffelen? Of wil je even... Ja. Ja? Kom maar hier. Ik ga gewoon fucking slecht. Liefie. Hoe ben je? Dankjewel. Ik heb ook echt gewoon veel pijn. En dat daar irriteert me aan. Nee, verre van.
De evaluatie van de gieren was vrij explosief. Maar het begin van deze opdracht ging ook niet helemaal zonder kleerscheuren. Want Wesley heeft tijdens de tactische bespreking iets gezegd wat Danielle niet echt kan waarderen. Willem Borsten, dat werkt wel natuurlijk mee. Ik denk, als jij dit doet, pak je veel meer dan één mond. In ieder geval, als jij met je kont eroverheen gaat, ga ik niet meer met mijn mond erover. Oké, nou dan is die... Het was gewoon weer iets van, ik zeg maar, ik heb nooit een opmerking naar hem. Maar het is weer een steekje naar mij van, oh, ik ga niet met mijn mond naar de Danielle is geweest. Want het is Danielle, daar gaat het mij om. Ja. Hij had ook jou kunnen noemen, maar het was toch weer ik. Dat bedoel ik gewoon. Ja. Kunnen we het gewoon even niet over mij hebben? Dat zou ik gewoon fijn vinden. Maar het ging er gewoon om dat het weer een... Oh, nou als Danielle is geweest, dan ga ik niet dat doen, want Danielle. Even niet dat Danielle. Danielle, je moet heel erg oppassen wat je zegt. Dat is het enige wat ik nu even wat wil zeggen. Wat ben ik nu dan aan het zeggen dan? Nee, niet nu, maar wel dat straks. En je weet goed zat waar je het over hebt. Sorry? Ja. Maar ik ben gewoon een gesprek aan het doen. Ja, nu wel. Ja, maar dan straks had je iets anders. Je moet oppassen wat je zegt. In de kamer bedoel je? Maar ik denk dat je er even bij moet zitten, Wesley. Want dan hoor je waar we het over hebben. Want jij begrijpt het niet. Het ik snap echt dat het vervelend is. Ja, maar niet iedereen erbij betrekken. Nee, ik snap het. Ja. Ja, het is niet zo chill of zo. Juist. We zitten ook gewoon rustig te eten en zo, weet je wel. Maar goed, die jongen die ziet alles als een aanval. Laten we niet te ver oplopen. Ja, misschien moeten we dan nu even met z'n drieën naar de kamer. Dan kan ik het even uitleggen. Wil jij dat even doen? Ja, is goed. Wil jij hem halen dan? Als hij dan zegt nee, ik wil niet, zeg dan even meekomen nu, want anders wordt het hem niet, snap je? Nou ja, zou het er over hebben dan, of niet? Absoluut niet. Nou hoor, ik praat met hem maar echt Ik snap dat je niet het gesprek wil voeren, maar ik ben net wakker. Dus... Ik hoef niet het gesprek te voeren nu. Oké. Okay. Maar voordat we vanavond naar bed gaan, wil ik wel het gesprek mee hebben. Ja, is goed. Om dingen uit te praten. Want ik ben niet iemand die dit zomaar van me af kan laten krijgen. Nee, ja, ik snap het. En ik ben me er ook bewust van dat ik heftig heb gereageerd. Maar dat wil ik ook graag uitleggen, dat het ergens vandaan komt. En wat ik eigenlijk wilde zeggen, buiten alle boze emoties. Dus... Voor je wel, was het... vertellen dat ik letterlijk geen woord meer met haar ga spreken. Deze mensen, ja. Die gunnen mij niet eens een pak yoghurt, snap je? Nee, gewoon niet. Nee. Sorry dat ik adem. Het is echt een heel verschrikkelijk feitje om een team te hebben. Nou, hun twee samen, het is echt niet het doel. Ja, die moet je eigenlijk uit elkaar. Ja, ze gaan ook misschien uit elkaar. Ja, dat zou wel top zijn. Is mijn ding hier belangrijk? Dat ik wil dat tussen ons. Ja, maar dat is het ook. Ik wil alleen even aangeven dat met haar. Dat is voor mij klaar. Echt. Maar letterlijk, maar was het... niks meer. Maar weet je dat zeker? 100%. En haar? Nee. Geobsedeerd tot en met. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Ja, dat is ziekelijk hoor. Als je daar slaapt, zie je het. Dat zie ik ook wel. Hè? Ja. Vraag eens mij de zout aan. Even de zout. Ja, dat is echt zo. Vlak voor de verdienopdracht, waar ze 50 punten hebben gewonnen, hebben de gieren hun laatste 24 punten uitgegeven aan boodschappen. Dus de komende dagen moeten ze met z'n allen heel zuinig doen, hoe moeilijk dat ook is. Wat ik even wil aangeven is dat Wes en ik gisteren boodschappen hebben gedaan met de 40 euro die we hadden. Het heeft best wel veel moeite gekost om alles tot op de cent te berekenen en te bedenken van hoe of wat. Dus we hebben er in ieder geval veel moeite in gestoken, laat ik dat even gewoon voor opstellen. Het was ook niet leuk om te doen, best wel confronterend ook. Maar goed, we hebben dus een soort van noodmenu gemaakt voor deze week. Ik weet niet of jij dat wil daaraan toevoegen, maar we hebben dus gekeken ook naar wat de voorraden waren. Mm. Dus geen vlees, want we hebben geen geld. Dus van nu is het dit. Ja. Prima, ja. Oké. Okay. Probeer nog steeds zuinig te doen met wat we hebben. Ja. Het is wat het is. Meer hebben we niet. Dat. Ja. Het is wat het is, jongens. De gieren hebben weinig, maar de slangen nog veel minder. En daar zijn ze allang gestopt met het samen zoeken naar oplossingen. Zij hebben gewoon de weinige punten gedeeld door twee en eten apart. Een beslissing die Mary in ieder geval een heerlijke maaltijd met Brie heeft opgeleverd. Nou, ga het proberen.
Ja. Dat smaakt goed. Poh, zo jongens. Zit je er doorheen? Ja, ik weet niet wat het is. Het wordt steeds moeilijker gewoon. En ik denk dat het ook het weinig eten is en het slecht presteren. En de spanning onderling. De confrontatie dat mensen wel hier luxe kunnen leven en jij niet. Ik heb natuurlijk best wel heftig gereageerd, ook richting Wes vandaag. Ik ben altijd een rustig en kalme beheerst persoon. En als ik zo reageer, zit er meestal wel een reden achter. En ik schrok daar zelf van waar komt het bij mij dan vandaan? Ik denk dat het gewoon alles in één is. Kijk, het klinkt misschien heel dramatisch, maar ik zie gewoon mijn kansen om hier weg te gaan. Met het geld zie ik gewoon steeds omlaag gaan. Mm-hmm. En ik wil hier gewoon weg. Ik zit hier niet voor mijn hobby. Ik wil gewoon terug naar huis met het geld. Daarvoor ben ik hier. 3 weken geleden had Donna bijna 100.000 euro in haar handen. Nu zit ze in een bondje dat elkaar niks lijkt te gunnen, wordt er geen opdracht meer gewonnen en zijn er amper genoeg punten om van te eten. Dat alles bij elkaar zorgt inmiddels voor zoveel druk dat ze zelfs haar beste vriend Wesley heeft aangevallen. We hadden straks die aanvraag en ik zat buiten en ik zat te balen. Aan de ene kant zat ik echt in mijn kop van oké, nou Wes, nou ga je een stuk doen. Nou ga je gewoon ook niet meer naartoe. Aan de andere kant kon ik dat niet. Dus ben ik hier naartoe gegaan om te zeggen dat ik er altijd voor je ben. Dat meen ik echt. Maar ik zat ook hoog in mijn frustratie. Ik vond het niet fijn. Ik wilde niet jullie aanvallen, want jullie hebben niet goed gepresteerd. Maar wat ik voelde was dat ik misschien toch bepaalde onbewuste verwachtingen had. En die werd gelijk eigenlijk al verbroken toen ik zag dat jullie als laatste starten. Dus keer op keer gewoon een teleurstelling. Keer op keer zijn mijn laatste of zijn mijn derde. En het frustreert omdat ik weet hoe sterk jij bent als speler, hoe sterk ik ben als speler. En toch lukt het ons niet. Wij zijn winnaars, we hebben het gewoon in ons om te winnen. En het lukt gewoon niet. En dat frustreert mij gewoon. Snap ik. Mm-hmm. Ik ben wel aan het denken om zeg maar niet met Wes door te gaan. Dat doet mij natuurlijk ook pijn. Ja. Want dat is wel natuurlijk mijn veilige haven. Dat is voor Wes idem dito. Ja. Het hoge woord is eruit. Vincent weet nu dat Donna en Wesley twijfelen over hun samenwerking. En als Vincent het weet, weet Eduardo het ook. En die heeft maar één advies voor zijn goede vriend. Er is zoveel gebeuren nu. Het wordt nu tijd dat je je eigen ass gaat redden. Weet je wel? Ja. Je moet gewoon weten waar je toe bent. Je wil zo meteen niet op een massaprem dan wat moeten handelen. Dan ben je al te laat, snap je? Ja. Dan gaat alles nog 300 keer sneller. Mm-hmm. Dat ga je niet bijhouden. Langzaam ben je wel een beetje uitgepraat. Alles. Over het spel of gewoon? Ja, de laatste weken vind ik het zwaarst. De laatste week. Ja, maar al een spel gerelateerd of gewoon? Ja, is gewoon spel. Omdat je naar het einde weer doet. Nee, dat niet. Nee, gewoon spel gerelateerd. Van, ja. Oh ja, moet je opnieuw beginnen. Oh, je moet weer een praatje doen. Oh, blijf ik wel over. Ja. Zien ze het wel wat je kan of wat je niet kan? Ja. Ja. Nou, ze weten zeker wat ik niet kan. Ja. Dat weten ze wel. Het speelt ook mee natuurlijk, hè? Ja, maar dat speelt bij iedereen. Mm-hmm. Okay. Nou goed, maar het gaat wel hierin zitten. Klopt, dat is een stukje psychisch wat je hebt. En daar moet je sterk in zijn. Daar moet je echt sterk in zijn. Casper heeft deze cyclus een enorme aanvaring gehad met zijn bondgenoten Sam en Melanie. Maar zijn gedrag roept ook bij andere deelnemers de nodige vraagtekens op. Elke maand is er een terugkomend probleem binnen je bondje waar jij betrokken in bent. Wat doe jij bij anderen? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Nou, ik wel. Het feit dat je motherfucking kinderachtig met sommige shit omgaat. Dat je zegt, ik ga met vakantie, is de meest kinderlijke oplossing. Ja? Wat heb ik bereikt met mijn vakantie? Geen dat kut! Jij bent mensen begrijpt wat ik allemaal doe. Misschien een beetje bot, maar ik heb niet heel veel medelijden of zo. Meer ervoor. Ja, dat hoeft ook niet. Het is wel klaar. Ik denk, ja, kap. Er zijn heel veel mensen, heel veel aardige mensen die hebben je proberen te helpen. Maar het is ook koppengasten eten. Hij wil gezien worden, zeg maar. Hij wil dat mensen zien dat hij zich triest voelt. Hij wil dat iemand naar hem toe gaat. Ja, dat is het. Dat is volgens mij echt heel zijn ding, hoor. Ja. Hij voelt zich enorm ongezien en onbegrepen. Daar komt die woede vandaan. Dat zielige gedoe als hij van zijn hand heeft bezeerd. Hij wil allemaal dat het gezien wordt, zeg maar. Kijk, als hij zo zielig rondloopt, dat doet me helemaal niks. Zeg maar. Het irriteert me een beetje als ik eerlijk ben. Ja. En dan nog 3 kom je hier met het kopje van de slang. Dan moet je terug. En dan maar daar zijn we bij ladder. Ja. Ah.
Snap ik het niet? Ja, jezus. Ik wil mijn horoscoop weten. Wat ben je? Leeuw. Leeuw. Gebrek aan samenwerking kan besluitvorming in de weg staan. Reken niet op steun. Leidinggevenden kunnen worden uitgedaagd door rivalen die denken bekwamer te zijn. Laat u niet in de kaart kijken en zorg dat men u blijft respecteren. De gieren zijn deze cyclus vooral aan het strijden met elkaar. Inmiddels wil Wesley al niet meer met Danielle praten en Vincent kan ook weinig van haar hebben. Al gaat hij daar net iets anders mee om. Ik hou het maar een beetje luchtig de laatste dagen. Ja, maar jou ook doen, joh. Gisteren plofte de boel ook alweer bij ons. Nou, ik heb me redelijk op vlakte gehouden. Ja, nee, dat is natuurlijk best wel een bom. Als die ja, ja. Ja. Gaat ze helemaal los. Dan moet je niet bij mij laten afgaan, maar dan nee. Moet er een bom overheen. Dan kun je beter wegblijven. Ja, dus ik hou me dan soms ook maar gewoon in. Laat me een beetje aanlullen. Ja, gaat. Zegt ze continu, ik ben een strijder. Al moet ik een anderhalf uur op de kop hangen en ik kan dat. Ja. Ik zei, kindje, je kan amper je eigen poot optillen als je loopt. Ja. Maar ik denk op zich wel dat als er een kampioenschap make-up komt, ja. Ze het wel redt. Nou, dan is het nog te laat. Ja, ja, het is ook elke keer te laat. Hey. Dit ben ik voor het grootste. Jongens, er komt weer een pilaartje te staan. De vorige keer dat deze pilaar werd neergezet, zorgde dat voor flink wat onderlinge spanningen. Omdat Bo iedereen te snel af was. Kom eens, kom snel. Open. Ja? Er zijn 0 punten. Gewoon pakken. Doen? Ja, tuurlijk. Beste deelnemer. Jij mag 50% van de punten van één ander team afpakken. En deze worden toegevoegd aan het puntensaldo van jouw team. Nou, Wes. Nee, ik ga hem sowieso niet pakken. Kijk wat erop komt te staan. Here we go again. Ik pak hem niet. Omdat je de verantwoordelijkheid niet wil dragen, zullen Danielle laten pakken. Nee. Want stel dat er straks stuur je iemand naar huis. Nee, maar die gaan we niet pakken. Dat zijn de gieren en de slangen die ik moet pakken. Eén van de twee. Kijk, de gieren, die hebben niks te verliezen. Gieren zitten er al naast. Denk je dat het om en om is? Positief, negatief, positief, negatief? Daar kan je niet van uitgaan. Het is lastig, hè? Ik denk niet dat het positief is. Wat zeg je onderbuikgevoel? Is het positief of niet? Kan wel eens iets positiefs zijn. Vaak zou ik het risico nemen. Ja, omdat als de vossen het pakken, dan kunnen ze van ons pakken natuurlijk. Dus moeten we niet hebben dat de vossen het pakken. Ik weet het nooit. Niet te ver weg, hè jongens. Jullie moeten eigenlijk nog één iemand hier, dan hebben jullie me omcirkeld. Als erop staat, lever al je punten in, dan ben je de lul. Jij moet hem pakken. Zo, omdat je dan al je 15 punten kan. Ja, dat is. Wij hebben het allerminste risico. Ja, ga erbij zitten en pak hem dan. Ja, maar ik voel de gieren zitten er als giertjes op. Ja, maar schat, ja, nou. Dan ga je er toch als een slang door tussen wurmen. Ja, stel je voor zeggen van, oh ja, je moet een teamlid wisselen of zo. Oh. We hebben toch geen moer. Dus we riskeren het. Het is niet dat we 800 punten hebben, snap je? Ja, is het dan meer iets van we've got nothing to lose? We've got nothing to lose. Zou je hem willen pakken? Rennend daar naartoe. Ja, zou je hier blijven zitten? Ja, ik pak hem zeker. Okay. Ik heb niks te verliezen. Dus je bent het ermee eens dat je hem gaat pakken? Ja, al word ik naar huis gestuurd en gekocht. Ja. Snap je? Ja. Ga je hem niet pakken? Nee. Het is te risky. Ja, laat die slang het maar doen. Snap je? Zijn we toch niks te verliezen? Is it in your head? Are you on the edge? Ja, Kappie. Gaan voor all or nothing. Are you gonna turn your back? Ja, dit is een foutje, denk ik. Kom hier. Nee.
Wat staat er nog? Even rustig, maat. Mijn hart zit hier. Slechts één deelnemer mag deze envelop op de eigen slaapkamer openen en lezen. Deze envelop kan goed slecht nieuws zijn. Wie durft het aan? Mag ik het aanlukken? Nee, nee. Nee, ik heb me vast. Dus ja, ja, valt af. Ik vraag het aan je. Ja, mijn antwoord is nee, schat. Maar het moet op je eigen kamer. Ga dan naar je kamer. Alleen. Met Mel. Wow, kom, slangen, kom. Oh, daar. The fuck, bro. Heel zuur, als het slecht nieuws is, maar goed. We hebben niks te verliezen. Helemaal niks. Ja. Wacht even, Sam. Even. Dit was mijn skill. Lekker. Ja, maar ik ben heel de tijd bij die deur aan het wachten. Kom even. Oké, okay, en als ik het nou openmaak en dan staat je moet naar huis. Ja, dan hebben we hoe gedaan? Dan hebben we kut, sorry. Zou zomaar kunnen. Of stuur iemand naar huis. Dat is nog erger. Op de eigen slaapkamer openen en lezen. Eén deelnemer mag deze envelop op de eigen slaapkamer openen. Zo mijn hart zit hier, jongens. Wat gaan we doen? Openen. Fucking hell, man. Ik zeg Sam, jij opent hem. Nou, Daan is niet zo scherp, hoor. Als je zo snel het ding uit je hand laat trekken. Binnen een seconde had ze het niet meer. Ja. Kan ik ook denken, ik had hem stevig vast moeten houden. Maar ergens denk ik ook, dan mocht het niet zo zijn. Ik geloof ook in het lot. Misschien staat er iets heel ergs in, snap je? Straks staat het pakje spullen. Maandag in de Bondgenoten. De slangen storten zich op een geheime missie. Je moet met jouw team de komende 3 nachten 4 items van 1 ander team uit de slaapkamer ontvreemden. Tot maandag.